It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Hallo mensen van Bayon Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Met deze aflevering, Orcs Must Die 2, omdat ik 1 niet werkende kreeg. Oké, ik heb net 1 leveltje geprobeerd en nu snap ik ongeveer de basics van de game. En het leuke is, je ziet hier ook al mijn Steam vrienden. Ik heb zoveel Steam vrienden die deze game hebben, 3. Ja, die zijn beter dan ik, dan in bepaalde levels, dat kun je bijvoorbeeld hier zien. Ik was wel beter dan Warlock en Rattic. Jammer vrienden, ik maak jullie in. Dit is mijn eerste poging, proberen jullie het zelfs. Nou, in ieder geval, dit is een geniale game. Je hebt eerder al eens een XXL gameplay van mij gezien van Sanctum. Sanctum was ook een beetje zo'n game. Je moet een beetje denken aan die game die je vroeger had met schapen en aliens, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld een aantal beesten en die moesten dan naar een einde lopen. En dan moest jij ze dood maken door traps neer te zetten, gewoon puur traps. Wat Sanctum eigenlijk ook al had, was dan kon je ook nog zelf schieten met je wapen. En dat is dit eigenlijk ook, maar dit is meer een beetje een middeleeuws zweertje tegen orks. En je hebt geen ondertiteling hier en ik lul er keihard doorheen. Nou, er was dus een vrouw en die had grote tieten. Dat vind ik mooi en daar mag je van genieten. Nou, dit is het level. Is het level 1? Dit is, ja, voor mij heb ik dit level net ook gespeeld. Ja, we spelen nu gewoon handig level 1. Dat is wel zo eerlijk, hè. Spelen level 1. Heb ik nou mijn geluid zo? Ja, ik heb mijn geluid heel zachtjes staan. Zet even iets harder. Ik heb net al gesoundcheckt voor jullie, dat jullie dingen kunnen. Zijn het geluid van de mons is heel hard in deze game. Wat ik nu neerzet zijn zure... Oh, nee, doe ik het eerste level zeker opnieuw. Ah, dat maakt niet uit. Dan snappen jullie even de game. Wat ik dus neerzet, dit zijn dingen die spuwen zuur. En dan, ja, dan wacht je eigenlijk gewoon totdat er een monster voorbij loopt. Kabam. En dan druk je op G om de horde te unleash. En hier spannen dan orks en die willen aan het einde van het level. En jij moet traps inzetten om ze tegen te houden. Het is eigenlijk zo simpel. En het zit allemaal zo in de naam. Ja, in principe, ik heb een staf hier in mijn hand. En de main aanval is balletjes schieten. En de secundaire aanval met rechtermuis op is mensen verstenigen. Maar dat kan maar eens in de zoveel tijd. Ja, nu moet natuurlijk eventjes... Ik weet niet of het ook een zo goed mogelijke tijd moet neerzetten. Ik weet niet waar je score precies van afhangt. Vast ook wel een groot deel van hoe snel je door het level heen gaat. Dus, laat ik eens even flink spawn killen hier. Camper! Ik wil graag een camper. Maar ik heb er al genoeg. Oh, ik laat jullie allemaal meteen lekker stenigen. Ik stenig jullie. Maar dan zonder stenen. Want ja, jullie zijn zelf de stenen. Dat zou raar zijn. Als je gewoon de helft van de mensen verandert in stenen. En dan de andere helft van de mensen die stenen dan gebruiken om de andere helft te stenigen. Zichzelf dus eigenlijk, ja. Stenigen is sowieso best moeilijk hoor. Voor de mensen die niet weten wat stenigen is, dat is vaak in het Midden-Oosten en zo. Als iemand dan iets verkeerd heeft gedaan, dat is echt oude traditie. Ik zeg niet dat ze dat overal doen in ieder land, maar dat gebeurt nog wel eens. Als iemand volgens die mensen iets ergs heeft gedaan, dan stoppen ze zich in de grond dat hun hoofd eruit steekt. En dan mag het hele dorp stenen gooien. Ja, ja. Mag het hele dorp stenen gooien. Naar het hoofd. Maar dat is moeilijk. Niet het gooien van de steen, maar je moet het goed afwegen. Op het moment dat je de stenen te groot maakt, is die persoon na 2 stenen dood. Dat is niet handig. Maar je wil ook niet die persoon na 1000 stenen nog niet dood is. Je moet een balans vinden, weet je wel. Dat net 100 stenen voor je bak is. En ja, eigenlijk is stenen gewoon een soort van martelen voordat je doodgaat. Je gaat al dood, maar je wil nog even flink gemarteld. En dat is dan leuk of zo. Vinden ze in ieder geval leuk in sommige landen. Wij in Nederland vinden dat in het algemeen niet normaal. Nee, nee, dat is discutabel. Maar ja, in het algemeen wordt dat niet als normaal ervaren. Geen idee wat dit met Orcs Must Die te maken heeft, behalve dat deze mensen veranderen in stenen. Dus ja, dat is eigenlijk wat je daar op moet maken, gewoon. Mensen veranderen in stenen, hahaha, stenigen. Oké, cool, grappig. Een grappig grapje. Dit zijn mannen met bijltjes. En ja, dat, wat je dan gewoon moet doen is eigenlijk gewoon... Ik sta zelf nu trouwens ook in het zuur. Het is gewoon een zure douche. Dat is niet gezond. Daar ga je gewoon dood van. Oh, daar is er nog eentje hoor. Pauw! Nu ben je opeens van steen, Bertrand. Steen is ook een Nederlandse rapper. Denk daar maar eens over na, voordat je nog een keer met steen scheldt. Wow, deze man is bruut. Wow, deze man ook eigenlijk wel. Waarom komen jullie zo ver, jongens? Jullie mogen het niet halen. Oké, okay, nou mag ik nog opeens, mag ik nu zelf bepalen wanneer de horde komt. Je hebt nog dit ding. Die ga ik even neerzetten, gewoon voor de truc. Hier, dit ga ik even draaien. Dit zijn maar, je moet even goed kijken waar dit punt zit, deze balk. Want vanaf, dat betekent dat de klem gaat zo bam deze kant op en dan worden ze teruggeslagen. Als je hem de verkeerde kant op zet, zoals dit, dan gaat die klem zo. Ja, dan gaat hij zo. En dat wil je niet. Zo kun je doen. En dan gaan we lachen. Dan gaan we gewoon even wachten tot die mensen voorbij komen. En misschien krijg je dan een lagere highscore. Dus we gaan het eigenlijk ook weer niet doen. Ze kunnen ook aangereden worden door zo'n mijnkarretje. Dat is best wel cool. Een van de coolste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien.
mensen die aangereden worden, toch wel, ja, door een mijnkarretje. Is dat normaal? Sowieso. Cool. Waarom heb je eigenlijk deze game uitgekozen, Rick? Ik weet niet, ik heb deze game ooit een keer gekocht in een pack. Ik weet nog toen hij uitkwam, iets van 2 jaar geleden was hij echt 45 euro. Ik had hem waarschijnlijk in een of andere Humble Bundle. Of ik heb hem een keer van een kijker gekregen. Ik heb ook een keer een kijker die heeft me echt een papiertje gestuurd met echt 200 teamcodes. En ik moet nog steeds een groot deel invoeren omdat ik gewoon te lui ben. Maar er zaten ook een paar hele toffe games bij. In ieder geval, ik heb Orcs Must Die. En ik heb er geen 45 euro voor betaald. Maar ik heb hem wel op Steam. Dat zijn ongeveer de omstandigheden waaronder ik deze game heb. Ja, ik vind het tot nu toe gewoon een hele toffe game. Ik ben benieuwd hoe deze game zich later ontwikkelt. Ik vind het jammer dat ik momenteel maar 3 soorten traps heb. Maar dat zal waarschijnlijk weldra veranderen. Mijn kindertjes. La 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 la. Ik hoop eigenlijk ook dat er wel waves komen waar je gewoon 1 grote vijand hebt. Dat vind ik persoonlijk altijd wel leuk. Eén zo'n grote pestkop. En ik heb gewonnen! Ik ben wel een lekkere chick, weet je. Daar moet je ook rekening mee houden in dit soort dingen. Ik ben een lekkere chick. Pauw, pauw, pauw. En dan kun je... Je krijgt nu skulls en die kun je dan uitgeven in je spelboek volgens mij. Ja, dan kun je nieuwe dingen kopen. Ik koop even een beter wapen ofzo. Scepter of Bone Amulet, primary bones of dead orcs explode from the ground, doing damage. Oké, maar die kan ik nog niet. Oh, die kan ik precies kopen, dat doen we. Purchase, hoppakee. En ik krijg de drop-in. Hem, ik krijg een Steam achievement. Je ziet het bijna niet, maar hij zit hier. Hier, dit balkje zo. Ja, dat is Steam. Ik heb dus nu gekocht, Bone Amulet. En dit is de andere bone dingen. Oké, tof. Die heb ik dus nu gekocht, blijkbaar. Ja, ja. Ik zie trouwens ook dat sommige van deze dingen gecharged kunnen worden. Oké, nou, ik kan voor de rest niks kopen, want ik heb geen skills meer. Jammer genoeg. Maar ik denk dat de ding dat ik zojuist heb gekocht wel goed is. Dan gaan we door naar het volgende level. En op een gegeven moment wordt deze game dan heel moeilijk. En dan moet je huilen. Dat is ook, dat moet niet. Maar zo gaat het vaak wel. Bij mij. ik stel voor dat we even zo eentje bouwen. Gewoon omdat die fucking bruut zijn. Wat ik zo fijn vind aan dat zuur, dat doet iedereen damage. Dit ding slaat eens in de zoveel tijd en dan moet het er even herladen. Maar het is wel instant kill zo'n beetje. Maar je moet letten, ik had namelijk dit tweede level heel even gespeeld en toen ging ik af. Omdat ik dus niet wist dat aan de rechterkant ook nog boefjes komen. En dan gaat het mis, want dan zijn je zo lalala en we hopen deze mensen zo naar het einde. Daar is het einde. De uitgang van de mijn. Weet ik veel waarom. Is mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf een konijn willen zijn. Dat is van Ernst & Bobby. Wat is dat? Knop? Oh, dan kun je waarschijnlijk... activate. Dan verander je waarschijnlijk waar die mijnkarretjes heen gaan. Oké. Maar je zou zeggen dat je ook nog iets van een shop hebt. Want er zit nog een vierde ding in. En daar hoort nog een item in te kunnen. Oh, die heb ik waarschijnlijk net moeten kopen met mijn skulls. Waarschijnlijk wel. Dan druk ik op G. Om de horde los te laten. Oh, je kan deze niet chargen trouwens. Dit moet je gewoon puur uit je losse vuistjes doen. Je losse vuistjes ook. Je losse handjes. Weet ik. Losse pols. Alles zit los bij mij. Hier geniet ik van hoor. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik kan er wel van genieten. Lopen er ook nog mensen aan de andere kant? Nee. Nou, ik heb hier ook iets minder traps, dus deze kan ik natuurlijk extra goed verdedigen. Ik wil even zien hoe die botten gaan exploderen. Het lijkt me wel cool namelijk. Het kost ook wel 12 schedels, weet je? Dat is een investering. Economisch gezien is 12 schedels een echte investering. Ik vind het jammer dat sowieso, dat je in Nederland, weet je wel, sinds de eerst lasten ze de gulden af. Maar sinds kort kan je niet eens meer met schedels betalen. Nou, echt, ik zit erover na te denken om te verhuizen. Weet je, dat is zo handig. Lekker met schedels betalen. Grote schedels, kleine schedels, baby schedels. Weet je, dat is gewoon een goede valuta. En je kan goud op een weegschaal leggen en dan zoveel gram goud, zoveel euro. Werkt ook gewoon met schedels. Alleen dat gaat dan vaak nog in florijnen of guldens. Omdat ja, de EU en zo, die maakt de schedelverkoop een stukje moeilijker. Ik wou net zeggen, waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Zijn ze daar? Oh, bam, 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 bam. Dood, sterf, bleh, bleh. La 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 sterf. Woo! 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 Wat een mooie commentaar sessie. Rick. Woo! Woo! Mijn commentaar is vandaag zeer intelligent. Een echt voorbeeld voor de rest van de samenleving. Dat sowieso. Dat altijd eigenlijk wel. Wat zei je? De poep. Haha, ik ga. Poep. Wow, deze mevrouw is echt vies. Die lust er wel pap van. Van poep. Die lust er wel poep van. Van pap. Dit is echt mijn laatste plan. Weet je, mocht ik het nog een keer verneuken, dan gaan ze daar helemaal kapot. Ik heb geen idee waarom, maar ik zo steek is dat zuur helemaal niet. Nou, weet je, de eerste mensen gaan. Dat is het leukste aan dit soort games. Als je gewoon niks hoeft te doen met je eigen wapens en dan gewoon een beetje achterover kan zitten.
een beetje met je balzak spelen. Dat is tenminste wat ik het liefste doe. Voor de dames die niet weten hoe dat is, spijt me. Je mist wat hoor. Als je in dit soort games waar je traps moet neerzetten voor monsters en moet aanvallen. En dat je dan niet hoeft aan te vallen en dat je met je balzak kan spelen. Als je dat niet kan, dan mis je denk ik wel een bepaald soort gevoel. Weet je, net zoals dat je blij kan zijn en verdrietig. Met je balzak spelen, ja, is er gewoon eentje. Oeh, ik heb een schedel gepakt trouwens, dat was best wel cool. Geen idee wat de cool is aan het oppakken van een schedel, maar dat is gewoon hoe de jeugdcultuur werkt, dames en heren. Oh, mijn god, hij loopt gewoon terug om mij te slaan. Dat vind ik een beetje asociaal, meneer. Toen loop ik al mijn health potions, weet ik veel waarom. Vinden ze leuk of zo. Hobbies. Gekko, oh nee, die wil ik weg hoor. Pats, pats. Nou ja, orks, weet je, jullie moeten die, dat is de game, daar kan ik ook niet zo van doen, maar... Damn, was jullie slecht. Hoppakee. Nou, G, start die volgende ronde, Hendrik. Mijn kat heet Hendrik. Gewoon een klein Rick-feitje. Mijn kat heet Hendrik. Of zoals ze dat in Duitsland zeggen. Mijn katse heet Hendrik. Ja, dat kan ook. Mogen je Duits zijn en je beledigd voelen? Laat zeker een reactie achter. En een duimpje omhoog. Dan weet ik wat je bedoelt, weet je wel. Die combinatie... Op een gegeven moment zie ik 500 reacties, 500 duimpjes omhoog. Dan weet ik wel hoe het zit. Boze Duitsers everywhere. Dus ja, je mag ook gewoon zeggen, hey Rick, leuke video. Video liken en dan begrijp ik ook wel dat je een boze Duitser bent. What the fuck gebeurt hier nou weer? The fuck? The fuck? Wat gebeurt er? Waarom? Ik was even niet aan het opletten. Ik was even een leuk verhaal aan vertellen. Voor mij is er nog geen enkel doorheen gekomen. Wat? Freeze. Er is nog niks doorheen gekomen, denk ik. Maar damn, waar komen al deze mensen in een keer vandaan? Ik was gewoon een leuk verhaal aan het vertellen, lekker rustig. Oh shit. Oh poep. Mijn laatste defense mechanisme heeft niet echt geholpen, zo te zien. Ben ik klaar? Nee, ik ben nog niet klaar. Verdurie. Voor mij gaat je helft omlaag als die dingen er doorheen komen. Ja. En als er dan heel veel tegelijk komen, wordt je helft in één keer heel laag. Zoiets is het waarschijnlijk. Final wave? Oh man. Ik moet hier nog even wat zuurspugers neerzetten dus, eigenlijk. Ik heb nog geld. Oh, ze moeten natuurlijk wel die trap af, dus ja, dat is best wel logisch. Zo. Nou, ik heb wat moois neergezet hoor, jongens. Geniet ervan. Die man is best wel groot en daar moet hij even mee stoppen. Ik was zo druk bezig met grapjes maken over Duitsers en de mensen forceren de video te liken. En ik dacht, ja, ik ben geen Duitser, maar ik ga nog de video liken. Dat is hoe mijn brein werkt. En ook jullie brein eigenlijk vooral. Dus ja, geef mij niet de schuld. Geef je eigen brein de schuld. Even dat er een iets naar de finish rolde. Echt zo'n... Gewoon iemand die een balletje werd. En zo... Hé, ik rol de trap af naar de finish, Rick. Check je daar, lul. Check je later, bitch. Nou, ja, ik vind het... Ja, het is een toppie game. Behalve dat ik zo slecht ben, heb ik het echt naar mijn zin. Oké, dat even dat er eentje in een mijnkarretje zat. Dat zou een beetje raar zijn. Die mijnkarretjes zijn om mee dood te gaan, jongens. Niet om in te zitten. Jullie begrijpen het helemaal verkeerd. Ik wil even zien dat een van deze gasten doodgaat door zo'n mijnkarretje. Dat is toch genieten. En er gaat er weer eentje dood. Kabam. Oh, daar komt zo'n reus aan. Hallo meneer de reus. Alles. Pluis hier. Ja, ik verander even in twee kleine reusjes. Oh, geen probleem. Ik denk dat ik gewonnen heb. Oeh, laat even mijn bip zien. Dit is 18 plus, jongens. Dit is 18 plus. Oeh, 5 schedels. Is dat goed? Endless levels are a great way to learn to earn new skulls and improve your character. Visit the campaign screen to play endless levels. Cancel. Haha. Spelboek. Oké. Okay. Wat gaan we kopen, moois? Ik krijg wel een nieuw wapen of iets in die richting. Teleporting ring. A teleport marker, secondary teleport to mark. Oh, dat is wel handig. Crossbow. Attack the enemy at range, secondary launch a stun bomb. Throw enemies backwards, secondary pick up and drop enemy. Wat? Oké. Okay. Heb ik nog iets sterks? Attack them up close, secondary knock enemies away. Dwarven missile launcher. Throw smaller enemies secondary. Oké. Okay. Die wil ik wel. Oh, die kan hem nog upgraden. En dan upgrade ik mijn eigen staf wel eventjes. Dus de stone staff. Enemies stay stoned longer. Ah, stoned. Ah, mijn enemies zijn helemaal stoned. Wat grappig. Ik ben een ork. Ik ben stoned. Wauw, dat was mijn impressie van een ork die stoned is. Vond je hem goed? Ik ook. Deal door damage to stoned targets. Stone staff secondary attack has a larger area of effect. Ja joh. Ik stenig jullie allemaal. Stay stoned longer. Oh, ik lig helemaal dubbel hier. Hebben we nog iets anders leuks dat ik kan kopen? Dit is maar eenmalig. Het is wel grappig.
Sprays web on enemies. Fire will burn the webs off. Okay. Spike traps. Ja joh, kopen die shit. Floor spike resets faster. Dat is wel fijn. Maar dat kan ik ook doen bij die met mijn muurtrap natuurlijk. Kan ik ook nog veranderen welk item ik geselect heb? Want ik heb dus nu deze drie geselect en dat wil ik dus eigenlijk niet. Ja, dat kan ik hier doen, zie je? Dus ik heb hier mijn stone dinges. Dan wil ik eigenlijk wel floor spike. Dus ik denk dat ik die fijner vind. When stepped on. Ja, tof. Dan heb ik die even gezet. En ik heb een web ding neergezet. Web spinner. Nee, dat wil ik niet. Ik wil wel mijn asset terug hoor. Is dit de web spinner? Floor portal. Nee, dat wil ik niet. Hoe werkt dit? Ice vent. Nee, de groene die heb ik momenteel denk ik. Ja, de web spinner mag uit. Hoe zet ik dit? Hoe maak ik dit groen? Moet ik het eenmalig kopen ofzo? Heb ik van die blauwe munten voor nodig die ik niet heb. Oké. Okay. Dan weet niet wat die web spinner nou precies is. Nou, ik heb hem vrijgespeeld in ieder geval. Helemaal toppie. Ik ga wel even deze upgraden dan. Spikewell deals increased damage. Spikewells make targets bleed. Spikewell also stuns. Nou, ik increase the damage level op mijn spikewell. Ik kan beter die asset kunnen doen, want daar plaats ik er veel meer van. Bedenk ik dan op het laatste moment weer. Ik ben een sukkel! Ik kom er vooruit! Ik ben een sukkel! Kom er vooruit! Ik ben een sukkel! Kijk maar uit! Dit dansje bewijst dat ik een sukkel ben. Een sukkel man. Oké, okay, tof. Kijk, hier komen ze. Dit is het einde, toch? Jawel, mevrouw. Oh, daarna komen ze uit. En daar... Oh, dat is een vet klein leveltje dan. Dat is moeilijk. Dat gaat dan wat worden. Dus de mensen praten vet zachtjes. Dat is vet stom. Ja. Poe, 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 poe. Ik zit even te denken. Ja, ik heb niet zoveel aan acid spray hier. Nee, dat kan. Komt eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, ja. Hier, plaats ik hier even lekker eentje. Bam, bitch. En dan hier nog zo. Ah, zuur voor je, man. Ik zou even op midden. Oh nee, ik heb helemaal geen geld meer overgelaten voor die andere muur. Maar nu gewoon helemaal niks staat. Oh man. Maar ik denk dat het karretje wel heel veel damage doet. Je moet het karretje iedere keer van locatie weer laten wisselen. Zie je, daar gaat het karretje die kant op. Maar daar zijn al. Ik ga nu het karretje dus deze kant op sturen. En dan ga ik dat zo een beetje balanceren. Dus hopelijk hoef ik daar niet op te letten. Want die wordt allemaal aangereden door het karretje. Dat is tenminste wat ik hoop, hè. Hey jongens, hoe gaat het ermee? Hallo! Dit is mijn nieuwe liedje. Jullie zijn zo lang stoned, ik maak je helemaal dood. Wat Rick, die gekke grappen maken. Je hoeft niet eens aangereden te worden. Kpauw! Oké, gaat aan de andere kant nog goed? Nee, niemand thuis! Fijn om te horen. Waar zijn ze? Ik zie orks, maar ik zie ze niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Oh nee, die is snel. Stop daar eens even mee, snelle man. De snelle man. Ik moet trouwens wat meer op mijn minimap kijken. Dan kan ik gewoon zien wat de fuck er allemaal aan de hand is in mijn leven. In ieder geval, koop deze game. Omdat hij leuk is. Dat bedoelt een nieuwe Rift is opening. Ja. Niet dat ik deze game gesponsord heb gekregen of zo. Dat zou wel leuk zijn. Waarom heb ik dat niet? Ik moet echt gewoon in het algemeen met Steam gewoon. Dat ik zeg maar iedere Steam game gratis krijg. En dan eens in de week gewoon een Steam game speel voor de XSO gameplay. Ik zou het doen. Steam, als je dit kijkt, doe het. Geef me die gratis games. Ik ben dol op gratis. Vooral kaas in de supermarkt. Alleen bij onze kaas in de supermarkt geven ze bijna nooit meer gratis kaas weg. Dat is nou echt... Rick, merk je veel van de economische crisis? Ja. Geen blokjes kaas bij de kaasboer. Dan weet je dat het kut is. Nee, er zijn geen mensen daar. Gelukkig maar. Daar kan ik allemaal niet aan, hè. Oeh, allemaal bloed. Haha. Bloed is goed. Pijn is fijn. Kroket is lekker. Mac kroket. Je weet zelf. Mac Croquet. Je weet zelf. Mac Croquet. Oké, moet trouwens dit ik wel nog even gebruiken. Dat doe ik helemaal niet meer. Ja, goed, sorry. Daar gaan ze hoor. Oh, fuck. Er wordt even een keer aangereden door het karretje. Wat, ik ga er eentje bevriezen. Op het spoor. Wacht, het gaat worden. Pat, kom maar, karretje. Woe! Haha, mijn leven is... Oh, ze vliegen gewoon om. Er gebeurt echt gigantisch weinig. Zagen jullie dat? Ze waren wel erg lang stoned. Ik ben onder de indruk, jongens, dat je zo lang stoned kan blijven. Echt, hoe doet die jongen dat? Oh, er komt hier nog eens een ratje doorheen. Stop daar eens even mee. Jij vuile rat. Of moet ik je Siske noemen? Want, haha, Siske de rat. Lol. Wat is trouwens dat blauwe spul waar 20 bij staat? Want daar heb ik meer van nodig. Want dan kan ik shit kopen. Nieuwe traps en zo. Ja, zie je, het komt er wel bij. Maar het wordt er niet bij opgeteld of zo. Want er staat nog al heel lang 20 daar. Oh, dat is het aantal enemies dat ik nog over heb. Oh. Denk ik. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Zullen we eens even mee, boef?
kreeg in één keer 2000. Nou, niks van gemerkt hoor. Waarom zou ik hier dat spul neer willen zetten? Dat staat dan weer nergens op, hè? Is er nu nog een manier waardoor ik even naar de shop kan gaan? E misschien. F. G. H. I. J. K. L. Z. X. F. Tap. Control. Tap. 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 Oh, wat is dit nou? Oh, dingen bouwen. Oh, de rebuy is al begonnen. Ik heb per ongeluk op G gedrukt natuurlijk. Ik ben zo'n raar, dom ventje. Soms. Oh, fuck. Dit gaat wel een beetje snel. Dit gaat immer snel. Kapauw! Ik was op bevriezen. Oh, mijn god. Weg daar, beest. Vuil wezen van de onderwereld. Gaat heen en komt nooit meer terug. Waarom doen mijn gasten... Oh, wat waarom sta je in één keer achter me? Heb je niet iets gehoord dat heet gastvrijheid? Ik ben een vrije gast. Jij bent een vrije gast. Gastvrijheid. Allemaal snelle ratjes. Hoppa. Ik vind het wel lekker gaan hoor. Hoe vind je het zelf gaan? Ja, wel lekker. Oh, daar linksonder staan die punten. Nee, oké. Dan snap ik het toch wel weer wel. Nog steeds ga je naar wat dat rechtsboven is dan. Linksonder staan mijn puntjes die ik net iedere keer verdiende. La 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 la, ga maar dood. La 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 la, roggebrood. La 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 la, je bent stom. Je bent bijna aangereden door karretje. Altijd naar links, rechts en dan weer naar links kijken. Dat vind ik zo raar. Waarom moet je dan niet meer naar rechts kijken? Dan kun je toch gewoon eindig naar links en rechts blijven kijken? Of is dat weer rare oude logica? Oh, ik kan hem ook gewoon draaien door op te schieten. Kijk, dat is handig. Dat is nou echt gewoon even handig. Kan ik nog een extra trap in de muur zetten? Nou, iets. Het is iets, weet je wel. Het is zeker niet de beste defense ooit, maar... Het is iets. Kan ik er hier nog eentje in? Ja, tof. Ik verstenig jullie. Nogmaals. Alsof ik jullie nog nooit eerder gestenigd had, namelijk. Hé, wat ligt daar voor leuks? Blauw spul. Woo! Hashtag team blauw spul. That's me. Ik ben de leider van team blauw spul. Als het niet voor vanmiddag Twitter trending is... Dan, ja, weet ik veel. Niks. Haha! Geen consequenties. Maar dat zeggen waarschijnlijk... Nee! Oeh! Ik ben bijna iedere keer van de bijna belletjes. De close calls. Snap je hem? Ja. Oh, het is wel een beetje de chaos hier. Klein beetje maar. Het doet me net denken aan... Ja, niet andere dingen die in chaos zijn. Wat is nou echt een voorbeeld van chaos uit het dagelijks leven? In je broek plassen. Terwijl je nog geen broek aan hebt. Toch wel. Ah, daar zijn ze. Mijn pachoe zoekgeluiden. Ik ben een beetje een vleermuis, weet je. Ik maak van die geluiden die weer kaatsen dan. Dan weet ik waar mijn vijanden zijn. Ja. Ik had het eigenlijk niet vertellen op YouTube. Maar ja, ik ben dus eigenlijk een vleermuis. Het zou fijn zijn als jullie het niet vertelden. Hoe koop ik dit dan? Als sommige dingen zijn te duur of zo. Hoe koop ik dit? Ik wil dit kopen. Floor trap. Nou, ik wilde deze dingen kopen. Spits darts filled with acid resets after firing. Komt dat uit het dak of zo? Ik wil dit. Hoe koop ik dit? Gaan we stone staff een beetje verder upgraden of zo? Zoals, oké, ik moet hem zeker eerst kopen of zo. Cost reduced to 600. Wat? Wat is dit nou voor raars dan? Oh, dat ze in de game goedkoper kosten. Dat is best wel fijn. Ik weet alleen niet hoe ik die dingen op zich koop. Ik ga eens nog even iets van een bone amulet kopen. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Eigenlijk, heel kort samengevat, weet ik gewoon niet wat ik aan het doen ben. Deals more, secondary attack has a larger area of effect. Primary attack mag wel wat sterker worden. Only one and two upgrades is allowed. You will choose... Oké, tof. Ik weet niet, ik heb hem maar gewoon gekocht. Oh, en dit is mijn andere. Oh. Ik vind deze wel fijner eigenlijk. Het kost helemaal niks, dus ik kan gewoon gratis wisselen. Dat is wel fijn. Nou, dan doe ik nog een keer enemy stay stoned longer. En dan kunnen we gaan lachen. En dan... Ja, toch wel, hè. Wat is dit nou weer? Is het gewoon hoe ik eruit zie of zo? Ja, hier kan ik gewoon, zeg maar, SM. Ja hoor, doe maar wel. Ja, voor de rest heb ik geen money meer. Jammer genoeg. Next level. En ik wil dus even mijn gear aanpassen, alleen ik weet niet hoe. Dat is wel eens keer, hè. Ik wil ze gewoon eventjes in die gaatje... Ik wil ze in gaten... Misschien moet ik op een ding drukken en dan zeggen aan welk vakje ik hem naartoe wijs. Dus ik wil deze op 4. Nee, dat werkt ook niet. Nee, hoe werkt dit? Zet ik nergens hoeveel van de blauwe troep ik heb? Ik wil ze gewoon gebruiken, oké? Hoe werkt dit?
Nou ja, ik stond met zijn XO gameplay. En aan het einde van de XO gameplay, ja, dan weet ik het wel. Dan staat Ovo in de reacties. En je bent een sukkel. En ik wil maar geen sukkel zijn. Oh, hier, B, choose your defenses, joh. Oké, eindelijk. Hier wat spike traps erbij. Fear enemies that hit... Oké, wat? Ja, weet je, rocket launcher erop. Doe maar, waarom ook niet. Dark spitters kunnen op het plafond, dat vind ik ook wel fijn. Waar beginnen ze allemaal? Oh, kijk. Een lekker lang stuk, dat is wel fijn, want dan heb ik wat meer overzicht. Een dol overzicht. Hier spawnen die gekkies, nou. Weet je wat ik ga doen, gekkies? Gewoon meteen hier. Lekker stekels. Ik zal sowieso in de muur even... Kan dat niet? Geen zuur in de muur? Het klinkt zo mooi, zuur in de muur! Oh, allemaal zuur in de muur, waarom? Zuur in de muur, zuur in de muur. Nou, ik zet hier wel wat spekels. Spijkerstekels. Zoiets, denk ik. Oké. Ja, weet je, ik snap nu eindelijk een beetje hoe de game werkt, dat is wel fijn. Hier moeten ze sowieso langs, en anders gaan ze langs dat pad met dat dingetje. Oh, kijk, ik kan allemaal stekels neer, dat is vet fijn. Ik kan er geen stekels op het spoor neerzetten natuurlijk, maar er rijden ook karretjes overheen, dus dat is wel een goede compensatie. Ik ga dit lekker vol pompen met stekels hoor. Ik weet niet of ik iets van een schaakpatroontje wil doen. Jullie weten hoe ik hou van schaakpatroontjes. Ja, ik denk dat ik hier gewoon helemaal van die stekels neerzet en dan zie ik alweer. Collectief stekelgebruik. Ik vind het in ieder geval echt een toffe game. Gewoon omdat je heel erg moet nadenken wat je allemaal wil upgraden en shit. Dat vind ik wel fijn. Ik ben ook wel iemand die nadenkt over het leven. En welke dingen ik dan wel niet wil upgraden in mijn leven. Je ziet toch niet ook nog een plek waar ze van... Nee, er zijn gewoon twee uitgangen? Huh? The fuck is this? Ja, die ging dood. Kunnen ze dan hier omhoog ofzo? Oh, fuck. Fuck me twice. Dat is op een hele nette manier. Neuk me twee keer, zei ik eigenlijk gewoon. Ja, wist ik veel dat er boven ook een pad was. Ik moet wel beter de map verkennen in ieder geval. Wil ik ooit kampioen van Orcs Must Die worden. Maar ja, dat maakt nu even niet uit. Zijn er mensen daarboven? Nee. Fantastisch. Fijn om te horen. Fantastisch fijn om te horen. En anders dan stenig ik jullie wel gewoon. Zoals jullie van me gewend zijn. Is er ook een pad? Ja, er is ook een pad naar boven in principe. Dus we kunnen ook nog wisselen. Geen idee waarom je dat zou willen, maar... Oké, hier kun je gewoon zuurdingen erin doen. Dat is wel fijn. Nou jongens, ik ben heel benieuwd naar jullie plan, strategie, idee. Plan, strategie... Oh, dit is trouwens een rocket launcher. Moet ik even proberen. Papoe! Papoe! Die doet denk ik wel meer damage, hoor. Oh, hoe doet hij... Oh, hij schiet met de rechtermuis op, schiet hij juist losse kogeltjes. Oké. Bof. Oh ja, deze moet iedere keer rechargen. Oké, ik snap hem al, Ik kan toch beter even mijn stenen staf gebruiken, denk ik, hoor. Waarom werkt die opeens niet meer? Waarom werkt mijn secondary attack niet? Oh, die moet... secondary attacks tellen niet per wapen, die tellen gewoon per groep. Dus als je op je ene je secondary attack doet, kun je niet wisselen naar de ander. En dan ook meteen je secondary attack doen. Oké, weer wat geleerd. Fijn om te weten. Fijn. Deze kennis zal mij fantastisch wereldoverheerser maken, denk ik toch wel. Dus ja... Welkom bij de XSO Gameplay, voor het geval je al 27 minuten keek en zoiets hebt van, waar de fuck kijk ik naar? XSO Gameplay, mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO, Coca-Cola en Pepsi. Waarom Coca-Cola en Pepsi meedoen, weet ik zelf ook nog niet, want het leek me een beetje raar. Ik dacht, ja, ik neem gewoon met beide contact op en ze zeiden allebei ja, hoe kan dat nou weer? Ik zou me niet te serieus nemen hierin overigens. Ik ben namelijk aan het drinken van... Blue Bastard Energy Drink. En dat mag niet van Coca-Cola en Pepsi. Ik weet niet, ik vraag me af of ik dat zou doen. Als Coca-Cola naar me toe zou gaan en zeggen... Hé, Rick, wij geven je 10.000 euro per jaar. Als je als enige frisdrank normaal... Ja, oké, 10.000 euro is wel veel. Maar de vraag is, zou ik het voor 1.000 euro ook doen? Zou ik voor 1.000 euro als enige frisdrank Coca-Cola drinken, bijvoorbeeld? Dat is een moeilijke vraag. Maar komen ze daaronder er ook langs, of niet? Nee, nog niet. Dat is moeilijk. Zou jij dat doen, kijken, voor 1.000 euro... En dan alleen maar Coca-Cola drinken. Geen energy drink meer. Alleen Coca-Cola en water. Helemaal niks tussenin. Helemaal niks. Oh, dat zijn die mijnkarretjes. Oftewel, ja, de ronde is voorbij. Oké, tof. Wat nu? Clean and sharp. Precies, lekker scherp. Moet kunnen. Moei. Zal ik hier meteen ook ja, wat spikes neerzetten? Hartstikke leuk. The boys are back. The boys are back and they're looking for trouble. Nou, ik ben zo tevreden. Ik druk op die G-knop hoor. Maakt me niks meer uit. Kom maar. Oh, kijk mij. Ik ben groot en ik split zo meteen in twee kleine mannetjes. Nou, heel slecht nieuws, meneer. Zo werkt het niet hier. Woe, woe, woe. Sterf. Woe, woe, woe. Ha, ha, ha. Sterf. Woe, woe, woe. Ha, 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 ha.
Pew, pew, pew. Oh nee, deze gasten doen me ook echt damage omdat ze pijn en bogen hebben. Die anderen lopen alleen maar. Deze schiet ook nog op me. Dan, kijk, dan begin ik gewoon verdrietig te worden. Ik ben niet boos, ik ben niet teleurgesteld. Ik ben verdrietig. Waar is iedereen? Ik vertrouw dit niet. Gebruik je Gnome Rocket Launcher, Rick. Het is een vet mooie rocket launcher. Het is een Gnome Rocket Launcher. Oké, jij wel. Wacht. Haha, je liep er zo doorheen. Sukkel. Je trapte rechtstreeks in mijn valstrik. Hier. En aan de linkerkant doe ik gewoon helemaal niks. De rechterkant is belangrijk. Poeh! Wacht. Maar Rick, waarom moeten we wachten? Wacht! Ik wou mijn rocket launcher schieten, maar het werkt niet. Nou, ik ga deze verkopen, want... deze moet ik verkopen. Zo. Ja. Zo, nou, dit zit wel goed in ieder geval. Ik denk niet dat hier ooit nog iemand langskomt. Ik zou wel voor die floor spikes upgrade, die vind ik echt handig. En als je ze niet handig vindt, nou, dan zijn we het niet met elkaar eens. Dan moet je maar PVV stemmen of zo. Ja, denk daar maar eens over na, voordat je het niet met me eens bent. Want dan moet je opeens PVV stemmen. Dat is nog waar ook. Dat is nog het zieligste eigenlijk aan het hele verhaal. Er zit een ernstige kern van waarheid in. Ik vind de muziek van deze game trouwens ook best wel tof. Best wel een toffe game, muziek. Ik weet niet, ik vind de game heel leuk, alleen als ik het iedere keer zeg, om de 5 minuten is het zo verdacht. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon leuk. Maar ik wil dus eigenlijk Origins Die 1 opnemen. Alleen, oh, een schedel, die moet je pakken. Krijg je iets voor of zo? Krijg je extra schedels, of iets in die richting. Ik wil, oh, daar komt een mannetje aan. Nee. Oh, waarom ga... Daar is de uitgang, hoor. Hij was vast weer stoned. Hij was gewoon bij de uitgang. Origins Die 1 was heel kut om op windowed mode te krijgen. En ik neem het op in windowed mode. Vanwege de manier dat ik opneem. En ja, als ik hem niet in windowed mode krijg. Wat is dat nou weer? Oh, wayo! It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Ook wel grappig. Het is echt een eenmalige awesomeheid eigenlijk. Er zit er nog eentje. Pats. Waarom doe je dat, Rick? Dat is voor het laatste moment. Nee hoor. Dat bepaal ik zelf wel, kijker. Je moet niet zo levensbepalend gaan doen, joh. Wat ik wel vetter vind aan dit, in vergelijking met Sanctum... In Sanctum moet je bouwen met blokken. Dat is het verschil. Hier is de route al vast. En bij Sanctum moet je blokken zo bouwen dat je een bepaalde route krijgt voor de monsters, ja. Alleen bij Sanctum kun je alleen bouwen in die blokken en op de gangpaden. Hier moet je een beetje kijken van, hey, oh ja, dit level heeft veel plafonds, dus bouw ik eventjes wat extra plafonddingen. Oh, dit level heeft juist veel vloer, dus bouw ik veel vloerdingen. Oh, die zijn met veel muren waar ik op kan bouwen. Want de vloer, daar kun je niet op bouwen. Oh, dan flikker ik dit erin. Ja, je moet heel erg per level, is het heel erg anders wat je aan shit moet bouwen. Dat vind ik wel leuk. Daar word ik wel gelukkig van, denk ik, ja. Nou, ik laat ze wel weer los, hoor. Dit is ronde 7 van de 7. Kleven. 7 kleven, 7 kleven. Die 7 blijft kleven. Die 7 blijft kleven. Yeah. 7 kleven. Zeven kleuver. Auw! Zeven kleuver. Ik heb deze nog helemaal niet gebruikt. Oké, iedere ronde dan resetten deze dingetjes weer. Dat is wel handig. Ik vraag me af of ik in zo'n mijnkarretje kan. Dat zijn de dingen waar ik over nadenk. Waar ik over filosofeer. Kan ik in zo'n karretje? Pas ik erin, überhaupt? Wat is dat mana-spul? Oh, dat is als ik heel snel achter elkaar balletjes schiet, zeker, ja. Ja, want zo'n blaas dat kost dan heel veel van mijn gezellige mana-heid. Oké, leuk. Oh nee, er komen wat mensen aan. Meneeren, kan ik u interesseren in wat stenen? Nee, ik heb al. Oh, fijn om te zien dat u tevreden bent met onze service. Eventjes stenen. Stenen. Oh nee, een klein stinky steentje. Hij stinkt namelijk, er komt van het groene spul vanaf. Ik ken mensen in het echte leven die stinken. Nog nooit van het groene spul van ze zien afkomen. Nee. Is dat raar? Stinken ze dan niet echt? Is het gewoon nep stinken of doe ik wat verkeerd? Nou, dat was fantastisch. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn na dat level. Oh, kun je deze man plaatsen ofzo? Throws explosive bombs at enemies. Oké. Okay. Dit is mijn uiterlijk, ja. Waarom zou je daar geld voor betalen? You'll be the life of any ogre party in this. Oké. Okay. Oh, ze doen ook nog wel wat eigenlijk. Ze doen niet. Dus voor mij doen sommige dingen wel nog wat. Dat je in een vermomming bent, zeg maar. Ik wil nog even in mijn spelboek kloten, natuurlijk. Traps. Ik ga nog even wat aan met mijn acid sprayers doen, denk ik. Acid shoots at further. Acid deals additional damage. Altijd goed. Even spike traps doen.
Floor spice reset faster. Tuurlijk joh. Kan gewoon. Hoppakee. Ik ben tevreden. Continue. Ik denk dat dit het laatste level wordt van de XSL gameplay. Ik ben wel benieuwd hoe mensen hierop reageren. Dit is sowieso een game die ik wel een keertje ga livestreamen. Een keer lekker 's avonds. Niet deze week, want ik heb deze week nog toetsenweek. Hey, stond trouwens wel physics is fun. Wat zijn dit voor dingen dan? Zo te zien, hebben we al wat defenses gekregen van de game? Oh, dat is tof. Die kun je natuurlijk kapot schieten. Zijn dit gewoon... Voor mij zijn dit gewoon blokken waar de enemies omheen moeten lopen, denk ik. Oké, maar dit is vet kut. Want eigenlijk komt het terug neer... Ja, ik ben wel tevreden met de dingen die ik heb, hoor. Daar niet van. Ik stel voor me gewoon de horde automatisch al iedere kant eventjes 2 of 3 van die spikes neer te zetten, ja? Zoiets. Kijk, dan nemen ze hier alvast damage als ze hierheen gaan. Nou, het fijne is als ze hierheen gaan, nemen ze sowieso damage. Dus kun je gewoon zo neerzetten. Dus ik denk dat het wel een goed idee is om sowieso iedere kant alvast wat pre-damage te doen. Hey jongens, welkom bij de club. Iets in die richting. Oh, ik heb al helemaal geen geld meer, jammer genoeg. Anders had ik nog wat asset spitters neergezet. Ik ga gewoon grotendeels proberen te campen hier. Ik heb ook geen idee waar de uitgang is, maar ik hoop nu dat er nog extra monsterspannetjes staan door de rest van de map heen, want dan ben ik vriend de Sjaak. Nee, precies. En er zijn wel zeker twee uitgangen, oké. Ik kan ook gewoon bij de uitgang wachten en hier af en toe wat van die stekels tussendoor doen. Dat is een optie. We gaan maar even kijken hoe het gaat. Druk op G om de horde los te laten. Nou, kom maar op, horde. Kom maar op. Hey! Welkom! Welkom, gekke mannen! Ik maak jullie dood, want dat is wat ik kan. Piu 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 piu. Wat zegt mijn stokkie? Hier, ga maar dood. Dat zijn mijn stokkie. Ga maar dood. Ga maar dood. Ga maar dood. Wat zegt mijn stokkie? Prachtig, Rick. Mooi gezongen. 10 van de 10. Prachtig. Zou ik boven die spawner eigenlijk zo'n boor neer kunnen zetten? Die boren zijn wel vet voor geld waard trouwens. Dat mag ook gezegd worden. Ik ga lekker. Een nieuw rift is opening. What? What? Oh, dat is gewoon die ernaast, toch? Hoop ik. Hier. Stekels. How do you like them stekels, boys? Oh, dit zijn... Oh, nee. Fuck! My life, fuck. Oh, het potje gaat gewoon verder. Alleen die gasten... Ik word gewoon achterin gespand. Oké, tof. Ik verdien ondertussen wel geld. Nou oké, ik weet dus nu, je hebt nu suiciders, hele grote dikke mannen met rugzakken. En die rugzakken zitten vol met owies. Oh, maar even. Oh, daar ging er weer een. What the? Oké, deze game is kut. Oké, nou ik eventjes zo. Oeh, wat is dit nou voor leuks? We gaan het halen deze keer hoor, pas maar op. The boys are back. The boys are back and they're looking for trouble. Ik ben alleen een beetje bang dat aan de linker en rechterkant ook mensen er langs gaan. Zie je nog even een extra spike plaatsen dan. Nou, dit is best wel moeilijk om erheen te komen dan, vind ik. Lijkt mij. Hier, dan zetten we hier nog wat spikes neer. Hoppakee, fuck jullie rangers. Lonely rangers, dat zijn het. Hier even een spijkertje neer. Daar een spijkertje. En heb je nog de andere kant. Waar ook wat spijkers neergezet moeten worden natuurlijk. Zometeen heb ik overal spijkers en dan ga ik gewoon lekker even hier zitten. En ja, toch weer met mijn balzak spelen denk ik. Als jullie dat niet erg vinden. Vinden jullie dat erg? Dan moet je het even laten weten hoor, voordat het te laat is. Oké, dan staan ze kapot en dan op een gegeven moment kunnen ze er wel langs lopen, gok ik. Het is gewoon weer een wilde gok hoor, dus je moet het niet te serieus nemen. Ik zit even te kijken waar ik health potions kan vinden, want die heb ik eigenlijk wel voor nodig. Nou, anders ga ik weer dood hoor, dat is geen probleem. Ik bedoel, het is niet alsof het nog niet gebeurd is. Wat zijn al die blauwe dingetjes op de kaart? Oh, dat zijn die mijnkarretjes, die gaan gewoon echt alle kanten op. What? What? Ik wil graag de kindertelefoon bellen, want ik ben duidelijk verkracht zojuist. Duidelijk. Ja, dat kaartje. Oh, cool, daar zitten kooltjes in. Dat is pittig awesome. En ik kan ook gewoon die grote bal pakken als spannen natuurlijk, hè. Hier, wacht. Wie zien. Hey, jongens. Surprise, motherfucker. Hey, wat jammer nou dat jullie allemaal niet kunnen lopen. Dat is echt zo onhandig eigenlijk. Weet je, je moet naar het einde van het level lopen. En dan kan je niet lopen. Is dat niet vet irritant? Lijkt mij namelijk wel. Hoppa, een grote steen op je hoofd. Ik vind het gewoon leuk om te laten vallen, weet je. Je moet er wat doen als je niks... Oh, what the fuck doe jij daar? Doe eens even rustig. Doe eens even heel erg normaal, jij. Doe eens even heel erg normaal. Oh, fucking shit! Daar ging erin. Oh, ik snap hem al. Ik ga deze trouwens gewoon voor de uitgang zetten, hoor. Die dingetjes... Die daarboven staan, die 19, dat zijn het aantal mensen die er mogen ontsnappen. Denk ik. Iedere keer dat er iemand wegloopt, dan gaat er eentje vanaf.
Dat is mijn nieuwe theorie, want er ging er net eentje vanaf en er liep een mannetje doorheen. Oh, druk op G om de horde los te laten. Ja, ja, jullie wel, horde, jullie wel. Ik ga denk gewoon hier blijven campen. Ik denk dat dat wel lukt. Er staat overal gewoon wat spike traps neer. Jullie weten hoe goed die altijd voor me werken. En dan ga ik hier gewoon een beetje zitten en wachten tot ja, ze doodgaan. Toch wel. Ja, als het goed is kunnen ze niet door het midden heen. Dus dan moeten ze wel hier doorheen. Hier gewoon wat extra spikes neer, weet je. Nooit wat mis met spikers. Oh, ze gaan zich gewoon hier doorheen slaan, zo te zien. Hier, wat spikers. Leuk hè, mannen. Oh, daar gaan ze nog niet heen. Nee, oké. Tof. Dan moeten jullie wel deze kant op. Huh, wat doen ze? Wat is jullie route, jongens? Wat is jullie route? Zie, ze slaan zich toch wel door die plank heen of zo? Oké, het zijn er best veel. Hier heb ik niet op gerekend. Jongens, hier heb ik niet op gerekend. Doe even normaal. En dan komen ze ook van de andere kant. En dan ben je fucked. Gelukkig heb ik nog vet veel traps die ik kan bouwen. En ik heb er gewoon geen tijd voor, omdat het veel te druk is. En als het aan de andere kant ook gebeurt, dan krijg ik het extra druk. En dan kan ik die vind niet leuk. Kan ik vind niet leuk vinden. Toch? Ze komen ook aan de andere kant. Maar ik zie niks aan de andere. Oh, dat zijn ook gewoon planken. Oké, dan is het tof. Die manier moet even dood hoor. Als ik nou gewoon even een paar seconden rustig kan zijn hier, dat zou zo fijn zijn. Dat zou zo fijn zijn. Ze gaan hem allemaal finishen. Nee. Oh, fuck! Nee, jongens. Hoppa! Hoeveel kunnen er nog doorheen? 6. Oké, tof. Ga eens dood. Jullie allemaal verdood. Nee, sterf. Ik heb ook even meer traps hier nodig hoor. Oh, er zijn nog meer rondes. Zullen we maar vertellen dat er nog meer rondes zijn hiervan? Ik heb... Ja! Je hebt veel meer stekels nodig. Meer stekels, Rick. We need more spikes. Sowieso, Rick van het verleden. Nee, die spikes moeten weg daar. Die staan niet goed geplaatst. Ga weg. Ja, jij wel. Er kan ook geen zuur op de muur. Oh nee, mijn geld is op. Oh nee. Nou, ik heb in ieder geval redelijk wat spikes neergezet. Je kan niet zeggen dat ik mijn best niet heb gedaan in ieder geval. Op het stekelbeleid. Zo noem ik het maar even. Het prikkelvarkenbeleid. Oh, die gaat aan een skull. Die moet ik even hebben hoor. Ja, of ik nou ga verliezen of niet. Die skulls heb ik nodig. Ik moet nog wat pikjes doodmaken. Even kijken hoor. Ik heb het onder controle, hoop ik. Oh nee, ik zie heel iemand naar de finish lopen. Hoe loop je er al die spikes heen? Hoe loop jij er al die spikes heen? Hoe loop jij er al die spikes heen? Ik heb respect voor deze beweging. Die zich de spiky lopie noemt. Nee, ik vind het knap dat je door al deze spikes heen kan komen. Ik heb daar wel respect voor hoor, ja. Ze komen toch alleen via deze kant? Of kunnen ze dan ook via die andere kant komen? Ik snap sowieso niet echt hoe de hele level layout in elkaar zit namelijk. Nee, ze kunnen daar niet echt langs, nee. Nou ja, die man komt er nu wel doorheen. Die heeft fucking veel defenses. Dat snap ik nog wel, ja. Misschien werkt zuur of iets in die richting wel beter op, maar... Ik moet hier gewoon spikes blijven plaatsen in ieder geval. Dat, als iets zeker is... Niets is zeker in deze wereld, behalve plaats meer spikes. Oh nee. Ik kan dit niet aan. De stress. Spikes, pak ze. Pak deze boeven. Als ik nu ook dood ga, dan ben ik flink de Sjaak gewoon, hè. Daar moet je rekening mee houden. En die andere steenman is ook dood. Gekke steenman ook. Waarom ben je zo'n steenman? Next wave, ja joh. Ik vind het wel leuk. Dit symboliseert gewoon de Rick-strategie. Weet je, op het allerlaatste stuk... Heleboel defenses neerzetten. En zo meteen ga ik even weer wat zuur kopen. Dus ik die hier in de muur. Dus dan misschien een stuk efficiënter dan echt al die spikes los moeten neerzetten. Ik denk dat het efficiënter is persoonlijk hoor. Ik zie ook wat explosies op de kaart. Oh, dat zijn nu snelle dingen. Nee jongens, ik kan het niet aan. Kunnen mijn hart en mijn nieren en mijn lever en al die zooi kan dat niet aan. Hier, laat maar wat stenen vallen ofzo. Allemaal grappige dingen. Zoals grappige stenen die grappig vallen. Dus ze kunnen hier nog steeds niet langs. Oké, dat is goed. Want dat betekent dat ze hier langs gaan. En als ze hier langs gaan, dan kunnen ze dood. Denk ik. Hoop ik. Kan ik al wat zuur kopen? Nee. Daar wachten we nog eventjes op dan, want dat is wel belangrijk. Dat hoort bij onze strategie. Hey daar, orks. Mag ik wat geld van jullie? Ik ben een beetje crap bij kaas. Crap bij kaas. Oké, wat ik zit... Nou, wacht. Ik heb zuur. Ik heb beloofd zuur te kopen. Moet je doen ook. Nou, ik heb een zuurtje gekocht hoor. Hij doet het goed. Hij spuit erop los. Laten we daar maar op houden. Extra mana troep. Heerlijk. Een echte versnapering voor man en vrouw. Nou oké, ik snap eindelijk hoe dit level werkt en ik ga hopelijk niet dood. Oh nee, er kunnen er nog 4 doorheen. Nee, dat is niet zo heel veel. Mijn wiskundige berekeningen tonen dat 4 niet een heel groot hoog... Oeh, ik heb heel kooltjes. Hey jongens, lekker warm daar. Nou ja, zodra ze verder lopen, omdat ze zo lang stoned zijn, kan ik ze ongeveer weer opnieuw bevriezen. Oh.
hang ik deze dingen wel in één keer stellen. Ik wil het wel voor goed hebben leggen namelijk. Hebben liggen. Leggen is echt ook weer zo'n... Het is gewoon een nee-woord. Dat hier in de buurt waarschijnlijk gebruikt wordt. Hier in, ja, oh kijk, ik kan nu al wat zuurtjes neerzetten, ja. Misschien hier nog even eentje. Ja, kijk. Now we're talking. Ik weet niet of... Ja, dit werkt wel door die pallets heen, hoop ik. Nou jongens, kom maar op. Zoals ze dat hier zouden zeggen. Ik ben er klaar voor. Ik lust jullie rauw. De rauwste vorm van rauw. Met mijn strategie die heet laatste paar seconden defense. Niet eens last minute boekingen. Nee, dit is de laatste seconde. Oké, ik heb jeuk aan mijn oog. Dat is niet de bedoeling. Daar zijn ogen niet voor. Ogen zijn om te kijken. Niet om jeuk mee te hebben. Trouwens de ene laatste ronde. Maar ik heb juist het gevoel dat ik met de ronde sterker word. Ik bedoel, ik vind het knap als je er zoveel stekels kan navigeren. Daar heb ik gewoon respect voor. Blablabla. Jij wel, mevrouw. Jij wel. Je wil nog wel mooie stekels. Ik zoek ze wel even op, hoor. Hey, vrienden. Hier, karretje met hete kooltjes. Wat zeg je me daarvan? Nou, het ziet er meer uit als lava, moet ik zeggen. Maar dat kan ook, weet je. Lava bestaat ook. Of wat? Ja, dat bestaat toch. Ja, dat kan het toch. Of zo. Ja, vind ik ook. Helemaal mee eens. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, deze dingen heb ik hopelijk niet nodig. Maar ja, ik bouw ze toch maar eventjes. Hè. Dat is eigenlijk met al die traps. Hopelijk heb ik... Het liefst heb ik gewoon geen van deze traps nodig. Want dan zijn er gewoon geen orks. Ze moeten wel nog steeds dood. Anders dan geldt de titel van de game niet meer. Dat kan... Waarom gaan jullie... Ze lopen echt die kant op en dan... Oh, een steen. Het lijkt wel alsof deze orks gewoon 1 meter in de verte kunnen kijken. En, oh, een steen. Dat is minder. Ik kan me trouwens wel dat ze allemaal over dit stukje lopen. Wacht even hier, hoor. Ik moet even aan de kant. Dan kan ik er wel aan doen. Ze lopen allemaal over dit stuk. Dit kleine... Hier, dit. Als ik daar even een trap neerzet, dan doe je daar veel damage mee, denk ik. Oh, jongens, ik hier. Blijf even stilstaan. Stop. Hammer time. Oh, dit is zo genieten. Oh, kooltjes. Lekker hete kooltjes. Verse, lekkere, hete kooltjes. Er kunnen ondertussen maar, ja, nog steeds 4 mensen. Dus, ben nog niemand kwijtgeraakt, dus. Hete kooltjes. Iedere keer die hete kooltjes, hè. Hartstikke fijn. Dat waarderen, zo. Rick, nog bedankt voor die hete kooltjes, weet je. Soms heb ik het gevoel dat niemand om me geeft. Maar dan kom jij weer met die hete kooltjes. Ja, dat brandt wel. Maar op een goede, fijne manier natuurlijk. Meer spikes! Final wave! Meer spikes! Wat, kan ik hier dan zo'n boor op zetten? Kan ik daaronder? Nee, jammer. Anders had ik dat best wel cool gevonden. Hey jongens! Ik heb mijn rocket launcher nog. Pew! 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 Dat is leuk. Toppie! Stomme mannen met bogen. Mannen met bogen die er niet om logen. Kooltjes. Die kooltjes laten vallen is gewoon echt, ja. Het is gewoon niks beter in de wereld dan die kooltjes. Het gevoel dat je krijgt wanneer die kooltjes naar beneden vallen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ik moet nog maar. 2. Nog 2 en ik ben dood. Die muisjes zijn. Kut. Dat zijn ze. Oh, hallo iedereen, hoe gaat het mee? Lekker mooi, fijn om te horen, fantastisch. Ik kan wat nieuwe traps plaatsen, dit is fantastisch. Hey Rick, wat voor traps ben je van plan te gaan plaatsen? Nou ja, ik weet niet, ik heb nog niet zoveel spike traps, dus ik denk dat ik daar nog wel een paar van neerzet. Haha, nee. Ja, toch wel, hè. Oeh, wat? Oh nee, ik zie muisjes aan het einde rennen, of niet? Nee, ik hallucineer. Hoort erbij. Hoort bij mijn vak, hallucineren. Ho, stop hamertijd. Oké, het begint een beetje druk te worden hier. Ik heb het nooit zo op drukte. Hier, stop hamertijd. Ik heb het gevoel dat een van die gasten nog leeft. Die daar, ja, precies, die leeft nog. Dat willen we niet, hè. Dat is niet waar we staan. Oké, nog eentje. Wow. Ik mocht er nog maar 1 kwijtraken. Oftewel, ik heb op het allerlaatste moment van het level gehaald. Wow. Wel 8 bonus kills, om onbekende redenen. Oh, je kan nu eindelijk barricades neerzetten. Kijk, die gaan we bouwen. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Als je zoiets hebt van, hey, dit moet je vaker doen, dan ga ik het dan een keer streamen of zo. Een lekker avondje. Ik vind het in ieder geval een toppie game. Bedankt voor het kijken voor deze XO gameplay. Mijn haar, dames en heren. Mijn haar. Gewoon in het algemeen. Er ligt zelfs allemaal zweet op mijn muismat. Ik heb gewoon mannenzweet uit mijn handen laten vloeien. Voor jullie. En dat moet je waarderen. Tot de volgende aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Doei! Bye!